Geen reactie. Goedenavond! Oké. Alles wat naar zien? Klim. Mike. Super enthousiast. Je weet, ik nader de 30, dus stock-out, versleten, gepensioneerd. Dus turnen zit er voor mij niet meer in. Ik heb dus een nieuw hobby gevonden. Ik kon een musicalster worden. Ja. En mijn fantastische stem kan dat niet missen. Ik kan audities meedoen op Broadway en zo. Maar mijn eerste test dat ze de jij. Dus ik kan iets wat zingen waar ik al heb ingeoefend. En jij moet gewoon zeg dat iets van waar het komt. Dat zou wel een heel goed begin zijn voor mij. Oké, laat eens horen. Dus ten eerste. Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je geniet. Het is een theorie. Filosofie, Hakuna Matata. Het is omdat ik iets ken van Disney dat ik het herken. Denk Hakuna Matata van de Lion King. Ja, Glenn, dat is juist, maar dat was gewoon wereldpassen. Dus mijn favoriet komt er nu aan. Heel intens. Ik heb zo'n momentje naar rust. Tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a Soms vraag ik mij af waarom het die boxen zo laat staan, maar nu begrijp ik waarom. Allee, Glenn, Annie, dat is mijn favoriet. Nee, jongen, er is nog echt geen carrière waarin ze nog veel te proberen, jongen. Daar ga ik nog oefenen.